welkom bij de Spellen Reporter. Mijn naam is David en vandaag, je ziet het al, tegeltjes en meeples. We gaan weer een potje Carcassonne spelen. En dit keer spelen we de nieuwste Carcassonne door Berg en Dal. En dit is de tweede Carcassonne die niet door 999 Games wordt uitgegeven. Normaal dacht je bij Carcassonne gelijk aan 999 Games. Maar vorig jaar kwam White Goblin Games met de Star Wars versie van Carcassonne. En ook nu heeft White Goblin Games deze Carcassonne titel bemachtigd. Dus de strijd is begonnen tussen White Goblin Games en 999 Games. En dit is dan de tweede die uitkomt onder de lijn van White Goblin Games door Berg en Dal. Het spel zelf is nog steeds bedacht door Klaus-Jürgen Vrede, dus er zal veel herkenning in zitten voor als je Carcassonne al kent. Laten we daar maar snel gaan kijken wat er anders is aan deze versie dan de basisversie. Aan het begin van het spel leg je zoals gebruikelijk alle te trekken tegels leg je apart, zodat iedereen er goed bij kan. Je kan meerdere stapeltjes maken of je maakt één grote. En één tegeltje heeft een andere kleur achterkant, namelijk een blauwe achterkant. En dat is de starttegel, dus dit is altijd de tegel die aan het midden op tafel legt aan het begin van het spel en daarmee gaan we beginnen. Het spel is te spelen van 2 tot 5 spelers. Dus je hebt ook nog zwart, groen en blauw, maar die doe ik voor dit filmpje even niet mee. Ik speel in dit filmpje even met rood en geel. En aan het begin van het spel lever je altijd 1 meeple, zo heten deze scorepoppetjes. 1 meeple leg je op het startbord. En die leg je natuurlijk bij de 0 punten. En hiermee ga je tijdens het spel de punten bijhouden die je onderweg krijgt. Daarnaast zien we een aantal fiches. Er zijn 5 verschillende fiches, een zonnebloem, een appel, een aardbei, een graan en een pompoen. En daar zijn er alle 5 ook 5 van die je kan gaan verzamelen. En we hebben 8 vogelverschrikkers en dat zijn een soort jokers, dus die kan je inzetten als een van deze 5 aan het einde van het spel. Voor elk fiche wat je verzamelt krijg je sowieso 1 punt aan het einde van het spel. En voor elk setje van 5 krijg je nog eens 5 extra punten. Dus je wil gaan proberen zoveel mogelijk fiches te verzamelen en dan liefst ook nog zorgen dat je steeds een setje van 5 verschillende gaat maken. Kom ik natuurlijk straks nog even bij hoe je aan die fiches gaat komen. En hier heb je nog de scoretegeltjes. Als je over de 50 punten heen gaat, dan heb je nu voortaan deze fiches die je neer kan leggen. Die leg je dan voor je neer, zodat je weet dat jij alvast over de 50 bent gegaan. En speel je heel goed, dan ga je misschien wel over de 100. Dan kan je hem omdraaien en dan heb je deze kant boven liggen. En dan gaan we beginnen met Carcassonne. En als je alles Carcassonne gespeeld hebt, dan weet je dat hoofdregel 1 altijd is pak 1 tegel. Dus je pakt gewoon willekeurig een van de tegels van een van de stapeltjes. Je draait hem om en die moet je gaan aanleggen aan een van de tegels die al op de tafel ligt. Het is me nog nooit overkomen, maar mocht je een tegel pakken die je nergens kan plaatsen, dan mag je die tegel terug in de doos doen en mag je een vervangende tegel pakken en het daarmee proberen. Maar die kans is klein dat dat ooit zal gebeuren. Ik moet die tegel zo gaan aanleggen dat die past. Dus ik mag niet bijvoorbeeld deze weg in het weiland laten doodlopen. Dan moet de weg moet aansluiten op de weg. Dus deze kan zo, maar ik kan natuurlijk ook zo leggen of aan de andere kant. Of ik kan een van de graszijdes aanleggen. Nou, dat gras, daar heb je niet zoveel aan in dit spelletje. De wegen wel, daar kan je punten voor krijgen. En dat kan je doen door daar een poppetje op te zetten. Dus als ik deze tegel aanleg, kan ik mijn poppetje op de weg zetten. En als de weg af is, kan ik punten gaan krijgen. Maar tussendoor kan ik daar ook nog punten voor krijgen. Maar leg je een tegel aan, dan moet je altijd, je poppetje mag je alleen maar leggen op de tegel die je aanlegt. Dus ik mag hem niet op deze tegel leggen, het moet altijd op de tegel die je aanlegt. En je poppetje mag je alleen neerzetten op een weg of als je dat aanlegt op een akker. En dan is de volgende speler, in dit geval geel, en die trekt deze kaart, tegel, 1 akker. Nou, hij kan kiezen dus weer of ik leg hem aan de weg of ik leg hem aan de akker. En dan ga ik proberen een akkertje te bouwen. Nou, laten we dat gaan doen, dat levert natuurlijk ook veel punten op. En geel zet dan zijn poppetje, zijn meeple, daarop. Geel had hem ook zo neer kunnen leggen, maar dan mag hij niet zijn meeple op de weg zetten. Omdat die weg die sluit dan aan op de weg die al van rood is. Dus daar staat dan al een meeple als je hem zo neerlegt. Dus dan mag je daar niet jouw meeple ook nog op zetten. Dus dan had hij hem alsnog daar moeten zetten. Maar om rood niet te veel te helpen met het afmaken van zijn weg, leggen we hem zo neer. En dan is weer de volgende speler, in dit geval rood. En rood trekt ook weer een tegel met een weg en een akker erop. Nou, de akker gaat hij natuurlijk niet neerleggen zodat hij geel gaat helpen, dus die zal gaan werken met de weg. En daar kan hij ook nu weer een beetje in kiezen. Je mag namelijk hem gewoon aanleggen aan je bestaande weg. Zet ik nu geen poppetje in en ook geen huisje, maar daar kom ik straks nog bij, maar zet je in je beurt geen poppetje of huisje in, dan mag je lopen op de weg die je verlengt. Want rood staat al op deze weg en die weg wordt nu verlengd. Zet ik dan verder geen poppetje of huisje in, dan mag ik gaan lopen. 1, 2 in dit geval en dan krijg ik 2 punten op het scorespoor. Dus 1, 2. Nou zijn 2 misschien nog niet zo heel veel punten, maar stel dat het straks zo ligt en rood is aan de beurt en ik leg deze kaart aan, deze tegel, en ik speel verder geen poppetje of huisje. Ook dan mag ik weer gaan lopen omdat ik die weg verleng. En dan zie je dat ik ineens 1, 2, 3, 4 stappen mag gaan lopen en dan krijg ik er 4 punten bij. Dus hoe langer die weg wordt, hoe interessanter het wordt om daar overheen te gaan lopen. Want dan kan ik tussentijds punten pakken met deze meeple. Zodra de weg wordt afgebouwd,
mag ik niet meer lopen, dan wordt sowieso gaat mijn nipel gaat van de weg af, want die is klaar. En je krijgt de punten net zolang als dat de weg lang is. Dus je krijgt 1, 2, 3, 4, 5, 6 punten. En die weg kan ik zelf afbouwen, maar Geel kan ook denken, nou die rode weg wordt nu wel erg lang. Ik leg deze tegel hier neer. Dan krijgt Geel verder geen punten, maar gaat die weg wel af en voorkomt hij daarmee dat rood een langere weg kan bouwen. Stel dat er meerdere meeplesperken op de weg staan, dan mag je wel langs elkaar heen lopen. Dus dat is geen probleem. Je mag alleen niet eindigen op een vakje waar al een andere meeple van een tegenstander staat. In dit geval legt rood de tegel aan deze kant en gaat hij ook aan zijn eigen akkertje beginnen door hem hier neer te leggen. Nou, nu is Geel weer aan de beurt. Geel trekt hem weg. Als Geel deze hier aanlegt, verlengt hij de weg van rood. Maar dat betekent niet dat rood mag lopen. Dat mag alleen in je eigen beurt als je je eigen weg verlengt. Dus in dit geval zet Geel hem hier neer. En dan zet Geel een poppetje op de weg, want die weg is nog van niemand. En dan hoopt Geel dat er misschien straks een tegel in het spel komt dat hij deze trekt. En dan kan hij mooi de weg hier aanleggen. En dan heeft hij samen met rood de weg afgemaakt. En dan staan ze ineens allebei op die weg en dan krijgen ze allebei de punten. Is een weg af, dan krijgt namelijk de speler die de meeste poppetjes erop heeft staan, krijgt alle punten en de rest geen. Sta je met evenveel poppetjes, dus in dit geval 1-1, dan krijg je allebei de punten ervan. Dus in dit geval 2, 4, 6 punten. Dan hebben we dus die akkers, die kan je zien als de steden van het basisspel Carcassonne. Op het moment dat een akker wordt afgebouwd, dus bijvoorbeeld nu, is de akker af, die is helemaal afgesloten. Dan krijgt degene die de meeste meeples of de enige meepel in die akker heeft, die krijgt de punten. En dan krijg je 2 punten voor elke tegel waaruit de akker bestaat. Dus 1 tegel, 2 tegel, 3 tegel is 6 punten. Dus je krijgt 6 punten sowieso voor het afbouwen van de akker. En daarnaast krijg je dus naast die punten krijg je de fiches die erop staan. Nou, Geel was hier de baas, dus die heeft gewonnen. Dus dat betekent dat Geel 1 appelfiche krijgt. En 2 keer een vogelverschrikker. Maakt dus niet uit wie de akker afbouwt. Op het moment dat de akker afgebouwd wordt, wordt gewoon gekeken wie heeft de meerderheid in die akker en die krijgt de punten en de fiches. Stel dat je straks een akker af gaat bouwen waar dan 2 mensen de baas zijn, dan ga je kijken welke fiches zouden we krijgen. Dat zijn dan die vogelverschrikkers en een appel. Als je allebei de meerderheid hebt, krijg je dus ook allebei de punten, alle spelers. En de fiches gaan dan verdeeld worden en de speler die de akker afbouwde, die mag als eerste een fiche kiezen. Dus die kan dan zeggen of ik wil de appel of ik wil, nou ja, in ieder geval wil je altijd de vogel verschrikken, want die is alle 5 de fiches kan die zijn. Dus dan pakt de speler, pakt de vogel verschrikker. De tweede speler die meedeed in de akker, die mag dan een tweede fiche kiezen. Nou, die zal ook de vogel verschrikker kiezen en dan blijft de derde weer over voor die speler. Dus heb je alleen de meerderheid in de akker, dan krijg je alle punten en alle fiches. En deel je de meerderheid op een akker, dan krijg je allebei de volle punten en ga je de fiches verdelen tussen de spelers die meerderheid hadden. En dan zijn we alweer bijna klaar met deze uitleg, maar we hebben nog het huisje over. Elke speler krijgt 2 van deze houten huisjes. En wanneer ga je die inzetten? Die mag je ook weer inzetten als je een tegel aanlegt. En dan moet je huisje dus op die tegel gezet worden. Dus je kan nu kiezen of ik zet een poppetje op de akker of op de weg. Of je zet een huisje. Dat zet je in het weiland. Dat huisje blijft dan staan tot het einde van het spel. En aan het einde van het spel krijg je punten voor alle 8 vakjes eromheen en het vakje zelf waar dieren op staan. Dus zou het spel nu afgelopen zijn, dan zie je dat rood voor dit huisje, daar zitten 2 varkens, een koe en nog een koe. Dus 2 koeien en 2 varkens is 4 punten, zou die dan nog bij krijgen op zijn scorespoor. De weide hoeft verder niet aangesloten te zijn op het huisje, er mogen wegen en akkers tussen zitten. Het gaat puur om de tegels die eromheen liggen en hoeveel dieren daarop staan. En nog een regel, als Geel nu zijn huisje wil neerzetten, mag dat niet in die rand van 8 tegels om dat andere huisje heen. Dus zowel horizontaal, verticaal als diagonaal mag geen ander huisje omheen staan. Je mag wel dat gedeelte delen, dus als Geel deze aantrekt, mag hij hem wel hier neerzetten. Want dan doe je wel samen met deze, met dit rijtje. Maar ik mag hem dus niet hier neerleggen en dan hier neerzetten, want je moet die rij eromheen, die moet vrij blijven van andere stallen. En je kan dus een stal neerleggen als er al veel dieren liggen ergens, dat je denkt, nou mooi, die ga ik pakken. Maar het kan natuurlijk zijn dat je tegenstander er dan voor is, dus je kan ook zeggen, nou ik leg gewoon alvast bij een eerste tegel een huisje neer. En dan ga je gewoon proberen zoveel mogelijk tegels met dieren daaromheen te leggen, dus dat je het zelf gaat uitbouwen naar heel veel dieren. En zo ga je doorspelen totdat alle tegels op zijn en wordt de laatste tegel neergelegd, dan gaan de punten tellen. Tussendoor heb je dus punten gekregen als een akker af was, kreeg je 2 punten per tegel plus de fiches. Werd een weg afgebouwd, dan kreeg je 1 punt. Maar aan het einde van het spel, als die laatste tegel wordt aangelegd, heb je vaak nog wel projecten die nog niet af zijn. In dit geval krijg je nog steeds voor elke weg 1 punt, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Alleen voor de akkers krijg je geen fiches meer en je krijgt 1 punt per akker waar je op staat.
Dus in dit geval zit maar één tegeltje, dus je krijgt één punt en de fiches die worden dan niet gegeven. Dan zijn de meeples van het bord gehaald met het tellen en dan gaan we nog even kijken naar die huisjes dus. En dan krijgt elke speler de punten van het aantal dieren wat om zijn huisje, zijn stal heen zit. En normaal gesproken zou dan het spel afgelopen zijn, maar we hebben nog die fiches en ook daar gaan we nu punten voor krijgen. Elk fiche wat je hebt verzameld in het spel, dus door het afbouwen van die akkers waarbij jij de meeste meeples in had staan. Elk fiche is 1 punt waard. Dus in dit geval heeft deze speler 2, 4, 6, 8, 10, 11 fiches is 11 punten. Maar je krijgt ook nog 5 extra punten als je een serietje maakt van alle 5 verschillende fiches die er zijn. Dit zijn de 5 verschillende, die heeft hij verzameld, dus dat zijn nog eens 5 punten. Ja, hij mist nu die appel, maar gelukkig heeft hij nog een vogelverschrikker en die telt als joker, dus die mag ik er ook nog bij leggen. En zo kom ik dan toch nog aan 2 setjes van 5, is nog een keer 10 punten extra. En zelfs al zou je 5 jokers hebben, dan zou je daar dus ook van kunnen zeggen dat is een setje van 5, is ook 5 punten waard. En als dan al die punten verwerkt zijn op het scorespoor van de fiches, dan ga je kijken wie er vooraan staat, wie de meeste punten heeft. En die is dan de winnaar van Carcassonne door Berg en Dal. En zo is deze Carcassonne toch wel weer een leuke variant op het basis Carcassonne. Zoals gezegd kwamen die fiches alles eerder voor in een uitbreiding voor de gewone Carcassonne. Maar bij deze gaat het niet om wie de meeste fiches heeft, maar probeer je gewoon zelf 5 verschillende fiches te verzamelen. Eventueel aangevuld met die vogelverschrikkers, waardoor je setjes van 5 kan gaan maken. De steden zijn vervangen voor die akkers dus, met die fiches. De wegen, daar kan je nog steeds aan blijven bouwen. Maar wat ik nog wel het leukste aspect van deze Carcassonne vind, is dat je als je geen poppetje of huisje inzet, dat je mag gaan lopen over een weg als je die verlengt. En tijdens de potjes die ik heb gespeeld, leverde dat aardig wat punten op als je maar gewoon lekker veel je weg verlengt en heen en weer kan blijven lopen. En dus zul je ook zien in deze variant dat mensen soms de weg van de tegenstander zo snel mogelijk proberen af te maken om te voorkomen dat die heen en weer gaat lopen. En in het normale Carcassonne heb je de boeren en de kloosters en dat is in deze eigenlijk een beetje samengevoegd in deze stalletjes. Waar je je stalletje neerzet aan het eind van het spel krijg je punten voor alle dieren die in de vakjes eromheen en op het vakje zelf staan. En dat is dus een stukje makkelijker tellen dan die boeren die in dat veld lagen. En daardoor is deze variant misschien ook wat meer geschikt voor nog wat jongere spelers dan de gewone Carcassonne. Aan het einde nog wel even een bedankje, want op het spellenspectakel werd dit spel mij uitgelegd door een demoer van White Goblin Games. En toevallig kwam ik diezelfde meneer gisteravond in Woerden tegen bij de spelkring Woerden. Dus ik vroeg of ik hem even mocht lenen om dit filmpje te kunnen maken en dat mocht, dus daarvoor dank. Mocht u nog vragen over Carcassonne door Berg en Dal hebben of Carcassonne in het algemeen of een ander spel, stel die gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.